Mensen met griepverschijnselen kunnen zich nu op meerdere plekken aanmelden. Dat zegt directeur Cleopatra Jesrun van Volksgezondheid. In Paramaribo zijn er al grieppolies geopend. En intussen kan men ook terecht in Kommerwijnen of bij de polies van de medische zending. De medische zending heeft ook grieppolies in het binnenland. Elke polie van hun geldt ook als zodanig als ze zijn een grieppolie. Je moet voorstellen dat de bevolking hier, het is urbaner gebied. We hebben veel meer mensen hier zo in Paramaribo en in Kommerwijnen. En de mensen kunnen zich dan gecentraliseerd aanmelden als ze griepverschijnselen hebben. De eerste grieppolie in Kommerwijnen is gisteren geopend. En in deze mobiele units worden zelf de werkwijze van de andere polies gehanteerd. Dus volgens de richtlijnen van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, BOG. De patiënten worden hier gescreend. Dat houdt dus in dat onze verpleging, dus triagezuster heet zij. Zij gaat dan een enkele vragen stellen aan de patiënt om dus een inschatting te kunnen maken van zou dit een geïnfecteerd persoon kunnen zijn met het coronavirus of niet. En zo'n persoon wordt dan gezien door de arts hier. En afhankelijk van wat onze inschattingen zijn, dan wordt natuurlijk zoals elke andere arts dat moet doen, de BOG ook op de hoogte gesteld en die beslissen dan wat er verder moet gebeuren. Maar het testen hier per se van corona wordt niet gedaan. De patiënten worden hier, net als op elke poli waar ze bij een huisarts terechtkomen, alleen gescreend. En dan of ze getest moeten worden, dat wordt dan bepaald door BOG en die doet dan de verdere testen en al. En ook patiënten die niet verzekerd zijn of vanwege de afstand de huisarts niet kunnen bezoeken, zullen behandeld worden op de grieppolie, verzekert dokter Jinkurai.